jetzt reicht's. Oh ja, was reicht? Ich wollte dich nie mehr sehen. Ha, ganz nicht. Was? Du hast nichts mit mir. Du wirst nie mehr sehen. Oh, du wirst du. Nicht mehr sehen. Was machst du, du da? Gehst raus. Ich hab's. Du gehst ich geh raus. Nicht. Du. Ich gehe nicht raus. Nein. Ein größeres Wein. Ja, fürs Tee mit du gehst raus. Ein größeres. Zwei und was sagst du? Was du. Nein, nein. Du. Du. Oh, you're very good. Did I scare you? Just a little. Oh. I was more scared yesterday night. Me too. I scared myself. Oh. I hate violence. But it's the haircut that makes me so aggressive, I think. You look like a tennis ball. You're gonna take that back. Oh, no yes. way. Well, the weather is changing. It's good that we leave. Yeah, welcome in, Alice. Want die was niet eens geladen. Dat is blijf mannen. Horst was door het dolle heen toen hij op de motor sprong. Hij reed veel te hard. En bovendien was hij nauwelijks op de hoogte van de vele bochten en kronkels die de wegen hier hebben. Behalve zijn eigen leven zette hij ook dat van Christa op het spel.
Het Duitsertje pesten van Ron en zijn drie vrienden heeft fatale gevolgen gehad. Horst heeft het namelijk niet overleefd. En daarmee kwam een abrupt einde aan een glansrijke carrière. Christa is in het ziekenhuis terechtgekomen met een gebroken rug. En na maanden van revalidatie heeft ze haar studie kunnen voortzetten. Ron, Maarten, John en Peter zijn door de strafrechter veroordeeld voor bedreiging met openlijke geweldpleging. En ze weten maar half wat ze eigenlijk hebben aangericht. De vier hebben zich schuldig gemaakt aan hoogst immoreel gedrag. Maar helaas biedt het verkeersstrafrecht daar slechts beperkte sancties op. Ze zijn ervan afgekomen met enkele maanden gevangenisstraf.